dames en heren. Ja. Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van Kunst en Kids. Ja, ook vandaag hebben wij weer kunsthistorische gebeuren. En aan mij natuurlijk de taak om de objecten te gaan beoordelen op hun geschiedenis, herkomst en waar. Ja, natuurlijk. Naast mij heeft plaatsgenomen het eerste slachtoffer, nietwaar? Ja. Kunt u ons even vertellen, wat heeft u allemaal meegebracht? Gommetje. Ja, ik heb... Wat heb je voor me meegebracht? Gommetje, dat heeft u allemaal meegebracht? Ik heb meegebracht mijn schoonmoeder. Ja, die zit nog in de auto, want die heeft zo'n dikke togens namelijk. Die is er heel moeilijk uit te krijgen. Op de achterbank hebben we er met een schoenlepel erin gekregen. En nou moet ze door de brandweer eruit geshort worden. Dus ik heb al gebeld of ze vaseline mee willen nemen om op de zijkant van de deuren. Want dan kunnen ze er zo uit. Ik bedoel natuurlijk, wat heeft u voor oude boel meegenomen? Dat zeg ik, mijn schoonmoeder, maar die zit nog in de auto, dan heb ik de brandweer. Wat interesseert mij uw schoonmoeder? Het gaat wat voor oude zooi heb je bij. Wat voor spullen, wat is het? Oh. Wat hebben we voor rommel meegenomen? Oh ja, nou ik heb geen idee. Deze twee dingen heb ik meegenomen, maar ik weet niet wat het zijn. Ik heb geen idee, wat is het? Nou, dat is dus aan ons dus de taak om dat eens even haar fijner nu te gaan uitleggen. Ja, dat leek mij ook. Ik kan me namelijk levendig voorstellen dat u niet weet. Ik heb geen idee, wat is het? Om te beginnen met dit eerste object. Ja, wat is dit? Wat is dat? Dit is... een viool. Echt waar? Een viool? Echt waar. Echt waar? Dit is zelfs, om precies te zijn, de tweede viool. Waar is de eerste viool dan gebleven? Die presenteert de 5 uur show op dit moment. Ah, op die manier, ja. Misschien wel even leuk om te zeggen... We vliegen hier, hè? Deze viool, dat is een hele waardevolle viool, om even duidelijk te zijn. Dit is namelijk een, als ik me niet vergis... Wat is het? Voor merk? Klinkt goed, hè? Dit is een Stradivarius. Stradivarius? Een echte Stradivarius. Een Stradivarius? Echte Stradivarius. Nooit van gehoord, een Stradivarius. Er zijn er nog maar twee van op de wereld. Oh ja? Dus mag ik vragen, hoe komt u eraan? Hoe ja, eraan ik heb gekomen? Eigenlijk geen idee. Ik heb hem ergens gewonnen bij de postcode loterij of zo. Ik heb hem bij de postcode loterij, geloof ik, gewonnen. Gek van, hè? Als we ons even zullen concentreren op het... op het volgende object waar we hiermee te haken hebben. Ja, dat wil ik ook graag weten. Dat staat hier voor mij. Dat heb ik meegenomen. Dit is... Wat is het? Heb je enig idee wat het ik waar je bij thuis zit te kijken? Maar... Dit is een theepot. Een theepot? Een theepot. Een theepot. Een originele theepot, ja. Wat is een theepot? Het is zeg maar het tegenovergestelde van een koffienicht. Theepot. Koffienicht. Een heel mooie theepot zelfs. Ik... schat hem, als ik het mag zeggen, 16e, 17e eeuw. Oh ja? Ik denk hierbij aan Frankrijk, omgeving Versailles. Zo, en hij is in zeer goede staat. Zeer goede staat, weinig gebruik. Zo. Echt een topconditie. Oh ja? En ik moet zeggen, hij is daardoor zeer, zeer, zeer waardevol. Oh ja? Zeer waardevol. En op hoeveel schat u hem dan, de nou, waarde? Dat hij zegt ik denk van... toch dat u hierbij moet denken aan een... verzekeringswaarde van een, nou, wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Wat doet u nou? Wat doet u nou? Ja, wat, u breekt hem eraf? Laat los. U breekt hem eraf? Nou, nee, ik breek het niet af. Ik pak ik het zo zie, op. Ik zie het als... Nou, breken we het tuintje er ook nog af? Nou, het, ja, dit, maar, dat, ja, dat is ook lekker. Nou is die allemaal stuk. Ik kan het even laten ja, zien. Ja, nou ben ik lekker mee. Nou is alles stuk, zeg. Ja. Dat is ook wat. Hartstikke duur ding. Nou, dat is toch verschrikkelijk? Nou ja, gelukkig voor u het is gelukkig niet erg waardevol. Het niet is gelukkig. U... Nee, het is niet veel waard. Het is echt een niksje, zou maar zeggen. Het is een rommel. Ja, maar u zegt net, het is heel in goede staat. Niet gebruikt, topconditie, ja, zeer ja, dat... waardevol. Ach, u zei ach, zeer dat waard. Zeg je zo, ja, dat zeg zeer je zo. Maar waardevol dit is echt, nou, dit is echt, dit is geen sodemieter waard, kan echt ik wel niet? Zeggen. Hoor, eerlijk. Dit is een, ongelooflijk. Bij de blokker uitzoeken voor een gulden, zou maar zeggen. Een gulden? Is, nee. Ja, jammer. Ik had toch gehoopt dat het een hoop waard is. Dat is toch leuk dat je zo'n hoop... Heel jammer, maar ik moet u teleurstellen. Dit is echt geen sodemieter waard. Dit is 0,0. Dit is aandelen en de mol, zou maar zeggen. Dit is... Ja. Ongelooflijk. Maar ja, jammer dat een theepotje. Maar gelukkig heb ik mijn viool nog. Zo is het, gelukkig heb je die viool nog. En dames en heren, dit was dan weer een nieuwe aflevering van Kunst en Kids. Ik hoop dat u weer gekeken heeft. We zien u graag volgende week weer bij een nieuwe aflevering.
vanuit Nijenrode. En dan zeg ik graag tot volgende week bij Kunst en Kool. Kids. Viool. Oh.